Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik ben hier samen met Maimer. En wij zijn aangekomen in Assen. We komen net uit Borgen bij de ouders van Maimer vandaan. En ik heb niet zo heel erg lekker geslapen. Ik ben ook best wel moe, maar we gaan wel knallen vandaag. Want vandaag is de tweede dag van de meet and greet van de Enzo Knol Tour in Assen. In mijn stadje. Dus dat wordt wel echt super tof. Ik heb er knijters veel zin in. We parkeren nu eventjes de auto hier bij de Nieuwe Kolk. Dat is ook de locatie waar we de meet and greet hebben. En dan gaan we er weer een mooie dag van maken. En later vandaag gaan we even kijken. Hangt af van de energie en alles. Maar dan gaan we misschien al de eerste kilometers maken met de camper. Maar als dat niet gebeurt, gaan jullie sowieso later in de vlog te horen en te zien krijgen wie de andere twee personen, want Noël is sowieso eentje die al bekend was gemaakt, maar wie de twee andere personen zijn die meegaan met de camperreis. Dat wordt echt superleuk. Blijf kijken. Wow, is rustig. Zo, we staan echt jeetje, inderdaad. Ik kan nou, hier ook op de trap. Hallo, goedemorgen. Hebben jullie lekker geslapen? Ja. Mooi zo. Komen jullie allemaal uit Assen? Nee. Ja, welkom in Assen dan in ieder geval. Ja. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Hoi. Hey baas. Zo, kan iedereen me zien hier zo? Ja. Oké, toppie. Goedemorgen. Super dat jullie er allemaal zijn. Welkom in de Nieuwe Kolk in Assen, waar wij 2 dagen geleden nog even lekker naar de film zijn geweest en nu hier een meet and greet hebben. Ik vind het hartstikke leuk dat jullie hier zijn in Assen voor de meet and greet, want voor mij is het vloggen en het hele YouTube-avontuur begonnen in Assen. Want hier kom ik namelijk vandaan. Des te mooier is het om hier de meet and greet te hebben. Willen jullie in de vlog komen? Ja! Ik zei, willen jullie in de vlog komen? Ja! Oké, laten we dan iedereen die in de vlog wil komen een beetje hier zo voor verzamelen. En dan ga ik even de vlogcamera pakken. En dan doen we even een knolpower op 3, 2, 1. En de allerhardste knolpower wil ik horen, oké? Okay? Zodat ze het overal in alle zalen hier horen, oké? Okay? Oké, okay, 3, 2, 1. Ja! Nog één keer. 3, 2, 1. Ja! Kijk eens aan. De spirit zit erin, dames en heren. En dan nu nog in één keer. Eventjes de allerlaatste keer de dikke vette pies. En dan gaan we naar de meet and greet ruimte. Dan zeg ik zoals altijd. Bedankt voor het kijken. En dan zeg ik zoals altijd. Toppie, goed gedaan. Ik zie jullie zo. Kijk eens dames en heren, de meet and greet ruimte. We zijn er weer helemaal klaar voor. We gaan weer knallen. Zoals jullie kunnen zien heb ik weer een heerlijk outfitje aan van Knolpower. Deze keer de Peace collectie die 27 juli om 12 uur online komt op knolpower.nl. Of check hier even de website knolpower.nl hierboven. Super vette collectie, verschillende kleuren. We hebben de beige outfit met het korte broekje, t-shirtje, alles erop en eraan. Dus 27 juli om 12 uur staat dat op knolpower.nl. Dames en heren, de eerste partypoppen van de dag. We gaan bijhouden hoeveel we gaan afschieten. Let's go. Zijn er meteen 2? Oké, 3, 2, 1. Hoi! Weet je ook wat voor Pikachu het is? Oh, dan kan je zo knijpen. Ja.
prachtig. Dit is geniaal, ja. Hè? Echt leuk. Dit is echt geniaal voor de Pokémon livestreams die ik doe. Ja. Als je een goede kaart hebt. Jee! Dit is echt lachen. Heel super leuk. Lief. Oh, voor de douche! Ik had die vraag gesteld in de vlog. Ja, dat is wel echt een goeie. Wat had je gezegd in de vlog? Dat de kalk op de doucheramen zit en dat ik dat niet wegkreeg en geen trekker had. Nou, heel erg lief, dankjewel. Nou, alle partypoppers die worden afgeschoten, staat tot nu toe nog steeds op. Batterij was uitgevallen, ik heb er een nieuwe batterij in gedaan. Ik weet niet hoeveelste nummer staat wel in beeld, maar daar gaan we. Oké, 3, 2, 1. Zwaar, hè? Zwaar, hè? Zet hem aan het zitten. Dankjewel. We hebben heel eventjes de lichten gedimd, want dan wordt het hier wat koel. Omdat die lampen kunnen voor warmte zorgen. Op zich valt het heel erg mee hoor. En iedereen is lekker zomers gekleed. Het outfitje, lekker korte broek, korte mouw. Oftewel een t-shirt. Want het is buiten ook gewoon super lekker weer. Maar we hebben heel erg veel mensen weer gezien. Het was super gezellig. We gaan nu heel eventjes pauze houden. En dan straks na de pauze komt de tweede groep van de dag. Maar het is wel echt super leuk. Echt top. En ik merk dat er heel veel fans uit Emmen komen ook. Dus shout-out naar Emmen. Kijk hoe magisch, dames en heren. Voor iedereen die uit Assen komt, jullie kennen dit wel. Voor iedereen die nog nooit in een nieuwe kolk geweest is in Assen. Dit is het eerste wat je ziet als je naar binnen komt. En het laatste wat je ziet als je naar buiten gaat. Ziet er wel tof uit. Nou, zo ook lekker weer is het dus buiten. Kijk eens. En dan gaan we nu weer naar Villa Tapas. Hiernaast gaan we eventjes lekker wat eten en wat drinken. Wow, dat zonnetje is lekker. Oh, ik moet er wel van niezen. Ik heb dat zo vaak. Hè? Als ik dan van een donkere ruimte kom en dan in één keer zo fel licht, dan moet ik niezen. Kijk, daar zijn we. Smakelijk eten, hap, hap, hap. Hallo, hallo. Goedemiddag. Kunnen jullie me allemaal horen? Ja. Ik zei, kunnen jullie me allemaal horen? Ja. Hey, wat super tof dat jullie allemaal zijn. Komen jullie ook allemaal uit Assen? Ja. Oké, okay, sommigen wel, sommigen niet. Voor de mensen die hier niet vandaan komen, welkom in het mooie Assen en welkom in de nieuwe kolk. Ik vind het hartstikke leuk dat we nu een meet and greet kunnen doen hier in Assen. Want ja, hier in Assen ben ik begonnen met het vloggen. Ik kom hier namelijk vandaan, heb hier lang gewoond. Nu wonen we in Zeist, binnenkort in Soesterberg. Hebben jullie wel eens wat voorbij zien komen van de verbouwvlogs? Ja! Oké, okay, dus jullie kijken alle vlogs? Ja! En jullie willen ook graag in de vlog komen? Ja! Oké, okay, zullen we dan even een dikke vette piece doen? Ja! Met z'n allen. Oké, okay, want dan doe ik namelijk de outro alvast nu eventjes. En dan later aan het einde van de vlog komt die voorbij, oké? Okay? Hebben we er zin in? Ja! Ik zei, hebben we er zin in? Ja! Oké, okay, tot zometeen! Zo, dames en heren, daar zijn we weer. Gaan we met de middaggroep beginnen? 1, 2, 3. Oh, dat is hard, hè? Yeah.
ik ook maar een keertje doen. Nou, gaat wel lukken, denk ik. Zo, van KP logo. Hoppakee, kijk dan. Echt vet. Heel eng. Ik heb het nog nooit gehad. Jij gaat heel erg branden. Heb je nog nooit gehad? Nee. Ik ben ook echt bang. Allebei niet. Oké, bij deze beloof dat je hem helemaal opdrinkt, hè? Nee. Halverwege stoppen. In één keer door, je moet niet stoppen. Er zit geen prik in, maar er gaat wel prik in je keel. Oké, proost. Oké, proost. Ja? Yes? Even wat water. Dit doe je nooit meer? Neem een snoepje. Ja, ze kwamen heel vertrouwd en vol van zichzelf aan met een gembershotje. Zullen we een gembershotje nemen? Dus Mario en ik, ja, is goed, maar hebben jullie het wel gehad? Nee, nog nooit. Oké, het kan wel branden hoor. Nou, toch wel respect hoor. Ze is gewoon allergisch, denk ik. Dat wordt nooit meer een gembershotje voor jullie, denk ik. Nee. Nou, dames en heren, ik sta hier met Esmee, de allerlaatste. We gaan niet op papa of mama schieten, hè? Wel omhoog, toch? Dan komen we er zelf weer onder. Oké, 3, 2, 1. Voor de pies. Yes! Kijk. Wow, de regen kwam. Dames en heren, dat waren de laatste. De partypoppers zijn we flink afgeschoten en we gaan nu afsluiten. Dat bedoel ik te zeggen. Dat was het, dames en heren, de meet and greet in Assen. Het was echt fantastisch, super erg genoten. Dankjewel voor iedereen zijn komst. En ja, ik vond het echt weer super goed gaan. Alles helemaal top, iedereen tevreden, iedereen blij. En daar doen we het voor. Dus wij gaan nu alles inpakken en dan gaan we er weer vandoor. En dan gaan we ons klaarmaken, want nu komt het zo ongelooflijk dichtbij. En dan gaan we straks bekendmaken wie er meegaat met de camperreis. Onze nieuwste aanwinst, dames en heren. Koffiezetapparaat met cups. We hebben allemaal van die doosjes. En we hebben dus het koffiezetapparaat met zuignap. Hoe ideaal is dat? Ja, dat is echt top. Dus als je dan aan het rijden bent, dan zal die nooit zo snel omvallen. Nee. Omdat die van die zuignapjes onder zitten. Dus dat is echt helemaal perfect. Die hebben we gekregen van de ouders van Myron. Super lief. Ja. Dus die gaan we natuurlijk meenemen. Echt blij mee. Dus ik denk dat we die hier gewoon op kunnen zetten. En dan prima. Ja, dat denk ik ook. Perfecte plek. Daar zit ook stopcontact daar zo. Dus, ja. Dus we zijn nu bezig met echt de laatste dingetjes. Zal ik hem meteen erin doen? Ja, prima. Met echt de allerlaatste dingetjes. Want het is namelijk zo dat over ongeveer 3 uurtjes Noël en de rest er is. Dus ja, wat heb ik gedaan? Ik heb de camera's opgehangen, opladers alvast erin gedaan. Wat andere dingetjes daarvoor klaargelegd, zoals nieuwe batterijtjes, andere cameraatjes. We hebben nog wat eten en wat drinken erin gedaan. We hebben ook heel veel weer gekregen bij de meet and greet. Dus daar hebben we ook allemaal dingetjes van ingepakt. We hebben nog even een rondje gelopen, gecheckt van hebben we echt alles bij ons of vergeten we nog iets. Maar volgens mij hebben we echt alles bij ons. Ik denk het ook. Ja, dus dit wordt echt top. Deze nog even opbergen. Dan zal ik die opbergen. Ja, die kast zit dan best wel vol. Met allemaal eten. Yep. Maar je kan het daar wel bovenop zetten, anders hoor. Die deurtjes blijven toch dicht. Zo, ideaal. Super, ja. En dit is de melkopschuimer, dus we kunnen gewoon cappuccino's maken. Ja, dat is ook echt ideaal. Ja, die kan wel in dat kastje daar. Ja, nou, alles zit al vrij vol, hoor. Ja, daar zit nog wel ruimte aan de rechterkant. Nou ja, hier zo wel. Kunnen we hier wel. Dan komen we er gauw genoeg achter of iets nog heel erg heen en weer schuift of rond. Klopt, ja. En dan hebben we hier, dames en heren, en dat is ook wel top, want niet alleen 27 juli dropt de gloednieuwe Peace collectie, maar we hebben ook deze nekkussens. Dus die zijn echt ideaal voor als we een beetje moe zijn en even lekker willen slapen. Dus een gloednieuw knolpower item, de nekkussen. Natuurlijk kun je die hier even vastklikken zo. Hoppakee, kan je hem ook makkelijk meenemen hierboven. Ergens aan vastmaken. En dit is ook echt ideaal. We hebben hier namelijk gloednieuwe auto zonneschermen. Of in dit geval camper zonneschermen. Dus deze kunnen we nog eventjes op gaan plakken. En dat is eigenlijk wel ideaal. Want als jij iets meer naar binnen komt, dan doen we deze deur even dicht. Ja. Hoppa. En dan hebben we hier een raam. En dan kunnen we deze perfect hier zo op gaan plakken. Ja, is echt leuk. Dan heb je hier van die zuignapjes. En dan kan je er gewoon eentje boven doen. En dan kan je er ook eentje beneden doen. En dan kan je hem gewoon op je raam plakken. En deze had ik zelf ook altijd mee in de auto. Toen ik met mijn moeder bijvoorbeeld ergens naar het buitenland ging, naar Frankrijk of zo. En dan konden we die ook altijd op het raam plakken. En die vond ik altijd geniaal. Dus hebben we er hier eentje die we gaan plakken. Zo. En hier beneden eentje.
Zo, perfect. Ja, leuk. Dat is eentje. Toch een beetje KP bij ons, hè? Ja, tuurlijk. En dan heb ik hier die andere, die ga ik ernaast plakken. En die andere twee kunnen we in die andere camper misschien wel doen. Ja, ja, zeker weten. En wij de twee hebben zij de twee. Ja. Kijk, kunnen we deze hier ernaast doen? Hoppakee. Ja, perfect. Wow, dat is echt leuk. Geniaal, hè? Ja. We gaan hier natuurlijk de aankomende 3 weken mee rondrijden. En dit wordt, ja, dit is ons rijdend huisje. Ja. Dus we moeten het natuurlijk wel lekker knus en gezellig maken. En natuurlijk knolpowerstijl. Precies. Dus dit is ook wel echt een heel tof item. Wat ook dus 27 juli om 12 uur online komt. Holy moly. Check wat hier voor de deur bij Marion ligt. Wow, maar zo net zat ik te kijken en toen zag ik alleen een paar mieren lopen. Maar nu moet je kijken hoeveel. Wat zijn ze aan het doen dan? Ja, ik heb geen idee wat er aan de hand is, joh. Ze hebben stress. Ja, worden ze aangevallen of zo? Ik heb echt geen flauw idee, joh. Gaat zien. Holy moly. Ja, volgens mij was het zo dat elke mier met vleugels, dus een vliegende mier, is eventueel een potentiële koninginnenmier. Ik weet niet precies hoe het zat. Ja, er zullen misschien ook wel mensen bij zitten die het heel vies vinden. Maar het ziet er wel echt sick uit. Kijk dan, dit zie je ook echt duidelijk. Dames en heren, we zitten hier nu eventjes lekker met z'n tweetjes. Het is 5:50. En we hebben heerlijk even wat broodjes. Want ja, ons avondeten, simpele broodjes. En we gaan het Nederlands elftal kijken. Ik ben heel erg benieuwd. De Oranje Leeuwinnen, de derde wedstrijd van de groepsfase. Er wordt nu een beeld laten zien van supporters, al met kaashoeden op en zo. En natuurlijk helemaal mooi in het oranje. Maar echt super gaaf hoor, als je op dit moment daarbij bent. We spelen tegen Zwitserland. Ja, zeker. En Zwitserland, je moet wel winnen. Willen ze nog iets doen? Maar ja, Nederland. Goed ploegie. Ja, ik heb eigenlijk wel hoge verwachtingen van het Nederlandse elftal. Wat jij? Je sluit je daarbij aan? Ja. Oké, okay, is smakelijk. Even lekker blootje eten. Ja, goeiedag. Ik zet mijn camera neer en blijkbaar kan dat helemaal draaien. Er is nu een vrije trap, net buiten de 16. Zou we goed kunnen zeggen dat dit hem wordt? Mijn vriendin Sherida Spitsen neemt hem. Nou, komt ie. Hup, hup, hup. Dat is nieuw, hè? Of nou, nieuw. Maar dat ze kan liggen achter een muur, zodat er geen bal onderdoor kan. Hup, is daar hoor? Ja. Omdat ze heel vaak, omdat iedereen uit het muurtje springt, kan die bal onderdoor. Sherida Spitsen. Zie je? Nuttig is het wel. Zie je, dat zei ik toch? Nuttig is het wel, zei hij. Nog een keer spitsen. Dat is gevaarlijk. Ja! Ja! Oh! Jongen, jongen! Dat was ziek, hè? Oh, ja, 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 ja. Lieke Martens. Pop, hop, pop! Oh, dat is herhaaldelijk. Iron, als inwoner van Borgen, ja, wil ik even weten wat dit voor stenen zijn. Dat ben echt hunebedsteen. Ben dat echt hunebedsteen? Ja, en die laten zien waar je heen moet voor de huneben, volgens mij. Dat meen je? Ach, dat weet ik ook niet zeker. Dat weet ik ook niet zeker. Ah, mooi hoor. Het rondkopboompje of de Wilhelminaboom is een etagelinde. Nou, dat is gewoon informatie over deze boom, denk ik. Dat meen je? Prachtig. Dat meen je? Dit wil ik dus bij ons in de tuin, hè? Ik wou net zeggen, goed, het duurt nog een paar minuutjes, maar wat wil je in de tuin? Een vlinderstruik. Ja, dat vind je mooi, hè? Ik vind dat mooi. Vlinderstruik, ja. Maar als je dan ook echt veel vlinders erin hebt zitten. Ja, Marjan en ik dachten, we gaan met camper weg vanavond. Dat hebben we besloten, met z'n allen. Zwaluwen. Ja, dacht ik. Dat zijn van die stickers die we op de studio hebben. Ja, van, die, echt, van die zwaluwstickers. Rustig, rustig. Hey, joh. Goed vol. Die is net zo klein als een kat, rustig. In ieder geval, we gaan vanavond dus nog weg. En over ongeveer 20 minuutjes, dan komt de andere camper aan hier in het prachtige Borger. Dus we dachten, we kunnen eventjes nog naar de ijswinkel. Gaan we daar eventjes een koffietje drinken. Geen eens een ijsje halen, maar wel even een koffietje drinken. En dan komt het serieus in de buurt, dames en heren. Dat is mijn oude werk, hè? En we gaan nog even alles op de been doen. Dus we gaan nog even lekker rondje lopen. En eventjes die beweging erin krijgen. Hey, dat was goed. Hey, we kennen hem eerst niet, hè? Dat was het oude werk van Myron. Die heeft 2 jaar bij de pizzeria gewerkt hier in Borger. Dus die kwam mijn oude baas tegen. Wel superleuk, even een praatje gemaakt. En zijn zoontje is fan, dus dat is geinig. En die had Myron nog gezien toen hij ook klein was. Dus dat is mooi. We hebben een supermooie zonsondergang daar. En als we hier aankomen, dan krijgen jullie te zien met wie we op reis gaan. Hallo, hallo! Hola, hola! Yes, let's go! Hey man! Het ziet er goed uit, Maarten. Dat is cool hoor. Ja, goed. Vind je? Ja, sowieso. Ja hoor. Beetje nat hoor. Dat is lekker. Ja, zeker. Met jou? Ja, ja, hallo. Yo. Alles goed? Ja, super. Ik herken jou niet met die brug. Ja, jij keek
echt zo, wie ben je? Ja. Ja. Wat doe jij? Ja, zeker. Happy dance. Wie heeft gereden allemaal? Alle drie. Ja? Oké, we hebben een uitleg gekregen van hoe de camper allemaal werkt. Ik geloof dat in de vlog al eerder Enzo heeft laten zien van hoe het eruit ziet bij ons. We hebben dus een hoogslaper. Er ligt nu heel veel troep op. Maar we hebben dus een hoogslaper met 2 bedden. En we hebben net even boodschapjes gedaan. Lekker allemaal eten. En Finn is hier bezig. Kijk. Grap, hè? Hello. Hello. En home. Ik heb 4 bestekjes meegegeven. En je moet positief zijn, Nadine. Het is op... positief. Ja, kijk, we hebben dus bestekjes, groentjes. Jongens, ik ben aan het vloggen. En kijk, daar zijn dus de 2 bedden, koelkastje. En hier heb je nog een wc. Oh, de radio staat. Copyright! Ah! We hebben de auto van mij veilig geplaatst. En we hebben nu de hele camper ingepakt. En we gaan nu even nog snel eten voordat we naar Assen gaan. Ze zit hier al heel lief. Kijk, we hebben ook alles aan gedacht. First aid kit. We hebben ook alles... lekker ingericht en het is allemaal zo. Kijk, dit is onze favoriete la. Oh, zo lekker. Oh, heerlijk. En gewoon. Ja, en ook onze groenten. Waar is onze groenten? Hebben we groenten? Oh, kijk, hier alle groenten. Oh, wat lekker. Dus ja, alles hebben we nu ingepakt. En gaan we nu even snel eten en dan gaan we naar Assen. Let's go. Oké, we zijn aan het rijden. We hebben echt de eerste bocht die we rijden. Van, en gewoon alles op de koelkast. Nee, dat ding vliegt gewoon open. Wow. Er zijn even wel een paar probleempjes, maar die worden nu opgelost. We rijden letterlijk één net weg van die parkeerplaats. Ja, je moet alles... En gewoon bam, alles valt eruit. Nou, de smeerkaas terugleggen. Je kan me niet testen, broer. Pas op voor die bieren, zeg maar. Oh, pas op voor het bier. Nou! Oké, we gaan niet serieus. Blijf op die staan. We gaan niet serieus. Oké. Let's go! Wie reed het deurtje eruit dan? Of ja, deur die open ging? Oh, ik. Nou, we gingen van de parkeer aan. Ik denk, ze doen even een bochtje. Al die fanten, al drinken. Weet je wat het mooie is? Vorig jaar, of nee, 2 jaar geleden, toen ik voor het eerst in de camper reed. Eerste bocht die ik maakte, precies hetzelfde wat Noël had. Alle pannen vlogen eruit, de kastjes open. En je moet alles supergoed op slot doen. Ja, wat ook mooi was. Wij moesten dat ding gaan testen. Die vrouw, wat, die zonnescherm. Ja, die vrouw zei, je doet hetzelfde als Enzo. Dus... ik zag hem als een trekker zo. Een bij jezelf. Geniaal. Keihard. Ja, ik vind nergens op slaan dat je die hebt meegenomen, want ik heb gewoon knolbouwballen mee natuurlijk. Kijk, dat bedoel ik. Dus voor de goede vinder hier. Carpool, Borger, kom je bal halen. Kijk, coördinaten 438. Geen bankje links. Oké, maar super nice. We gaan dus met Noël, het jongetje, we gaan met Finn. Moeten we nog een bijnaam voor verzinnen? Ik denk de dancer of zo, maar misschien komen we nog wel bij een bijnaam. En we zijn met Nadine, de mooie zus van Noël. Knappe zus. Mag ik wel zeggen, hè? Ja, sowieso. Ja, knappe zus van Noël. Ja, oké, goed. In ieder geval, geef even een tour door jullie camper. Ja, ik weet want hij is net even een beetje... Hij is net een twist. Wow, jullie hebben wel net een mooie twist. Lampjes daar. Zo mooi. En we hebben gewoon Bluetooth met de telefoon binnen. Keiharde muziek zo. Nee, hou je mond. Ja, kijk hier. Hebben jullie geen... We hebben gewoon een Afghaanse. Wow, ze hebben een super luxe interface, alles. Wij hebben gewoon een box nodig. Maar goed, wij hebben wel met 2 achterin liggen. Ja. Zij hebben een stapelbed. Dus ja, dat is waar. Nee, wij hebben waarschijnlijk wat voordelen en jullie hebben wat voordelen. Ja. Wat? Jullie hebben automatisch deur? Of nee, wat deed je? Dat deed hij met zijn kop. Oh, ik dacht dat hij automatisch ging. Ik krijg hem niet meer open. Krijgen jullie hem niet meer open? Ik krijg hem niet meer open. Oh, maar maakt niet uit. Nee, nee, nee. Het maakt wel uit. Ik wil dat hij naar buiten gaat. Hebben we hem nu al gesloopt, ouwe? Zo. Ja, oh. Nee, je moet hem ingedrukt houden, denk ik. Dan hadden wij ook. Huh? Het deed het wel weer. Nu al niet meer, bro. Are you serious? Maar dat zeiden zij ook al, dat het best wel gevoelige dingen zijn. Ja. Ook heel veel mensen ze eraf rijden. Hij trekt. Ja, straks breekt hij af als ik erop ga staan. Oké, okay, goed. Wat hebben jullie allemaal hier? Home. Ja, jullie hebben ook 1 masje voor ons meegenomen, hè? Hello. Oh, yes! Die is leuk! Neem mee. Oh, ik vind het nu al mooi. Nou, dat dus. Ja? Nou, hier hebben we de kakwc.
De kakwc. Dat is echt, dat is echt de grootste tip die we kunnen geven. Niet kakken in een camper. Nou, gewoon een wc dan. Tenzij je ruzie hebt en je wil iemand echt belachelijk maken. TV. Ja, alleen ik doe het niet. Dat moet je niet zeggen. Als je een HDMI-kabel daarin kan doen, dan kan je daar wel de Nintendo kun je de Switch op doen, ja. Dat is ook geen HDMI. Nou. Waar is jouw tv? Nee, maar hij heeft een USB en Enzo heeft zo'n converter waar een HDMI. Nee, heb ik niet, heb ik niet. Echt wel? Nee, heb ik niet. Nee, nee, heb ik niet. Nee, heb ik niet. Nee. Mandje van jou, let op. Hop, internetkabeltje. Hey, wow, de Switch, hey, alles. Haar producten voor mij. Hey, visjes, visjes. Daaronder, visjes. Oh ja, aasjes. Ja, goed, visspullen. Ja, nice, en beter. Jullie, natuurlijk jullie ding. Bagage dragen. Ja, dus de bagage dragen. Spring maar achterop bij mij. En de koelkast. Niet. Ja, jullie hebben alleen maar drank erin staan. Goed, hè? Jullie hebben echt een ziek gevulde koelkast. Nee, maar weet je hoe, weet je hoe het werkt, die koelkast? Ja. Met stroom en wanneer op de accu. Ja? Ik doe elke wissel gewoon van stand af. Het voelt goed. En jullie hebben daar groenten? Ja, bro. Bro, daar ben ik echt trots op. Kijk. Hup. Ja, maar ga je het ook gebruiken? Ja, wij gaan voor jullie koken. Okay. Voor ons koken? Gaat Nadine koken? Nadine. Oh, Nadine. Oh, sorry, die zin klopt er niet helemaal. Nadine gaat voor jullie koken. Oké, okay, nice. Hè? Nou, dat is het dan, hè? Ja, dat is het ook. Dat is gewoon praktisch. Maar qua slapen? Ja, wel. Ja, maar gaan jullie boven beneden of gaan jullie toch een tent? Hebben jullie een tent mee of niet? Ja, vierpersoonstent. Vierpersoonstent. Zetten op het dak, gaan vier. Dus jullie gaan, op reis met de camping en gaan met z'n vier in de tent slapen buiten. Nee, en dat past wel. Wat is de bedoeling? Jij hebt hier beneden en Nadine boven? Boven? Ja, precies. Dacht ik al. Precies, lucky. Maar ja, mooi plekje toch? Ja, dat is toch chill? Ja, weet besef, hè, als we straks bij de berg of zo zijn, dat je hem zo achteruit inparkeert en dat je dan die deuren zo 's ochtends open doet en dat je daar dan zo ligt en dan mooi uitzicht. Ja, dat is ziek, hè? Maar dit is ook fantastisch. Die luifel, ja, die hele luifel die eruit gaat. Waarom vind je dat zo fantastisch? Ik ben net zeven. Ik ging er helemaal goed op toen dat net kon. Ja, hoe snel jij deed waarschijnlijk. Fantastisch, echt waar. Ja, dit stopt, dames en heren. Ze hebben de laatste dingetjes voor ons meegenomen, zoals dat... ik wou zeggen muismat, maar ik bedoel de deurmat. En zij hebben ook een fietsen dragen. Kijk eens even. Zo, jullie hebben het wel anders ingepakt dan wij. Holy shit. Oei, yo, gek. Ja, daar liggen jullie fietsen dragen. Daarboven. In de hengels. En de hengels, ja. Echt nice. Nou, wij stappen bij jullie in, dan gaan we naar onze camper, toch? Ja, dat lijkt me een goeie. Ja, want wij zijn lopend. Dus kunnen we testen wie gaat rijden. Zullen we Nadine? Ja, maar mij niet uit. Content. Je moet allemaal een keer rijden. Dus. Content of... Ja, dat is prima. Ga dan niet rijden. Stap maar in. Gaan we er van deur? Hoppakee. Snap je hem? Van deur? Deur dicht. Ja. Goed. Hoe doe je die weer naar binnen? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Hij doet het weer. Nice. Beter. Enzo. Nice. Mogen wij misschien een foto? Dat is Enzo. Ja, natuurlijk, man. Nee, oh. Dat is Noel. Dat is Noel. Nou, ik heb even een paar handtekeningen gezet voor deze boys. Yo. Alsjeblieft, hè. Hé, hey, trouwens, hebben jullie gezien? Er ligt een bal. Ja, die is het voor jullie? Nee. Ah, oké, ook niet van ons. Ik zou hem meenemen als het jou was. Ja, toch? Ja. Die bal ligt er niet voor niets. Hé, hey, jongens, iemand jat jullie bal. Niet! Dames en heren, ik denk dat jullie toch niet naar Borgen hoeven te komen. Hou me tegen. Jullie hoeven toch niet naar Borgen te komen. Rustig nou, rustig nou. Ik zei tegen hen. Jongens, ja, dat is mijn bal. Ik zei, jongens, ligt aan... Als hij kan winnen, is wel echt lullen. Nee. Ik zei, jongens, ligt aan bal. Zien jullie dat? Ja, ja. Ja, ik zei, hij is niet van mij. Is het voor jullie? Hij zei, nee. Ik zei, ze zal meenemen als jullie was. Oh. Jij krijgt knop oude bal. Ja. Hebben we de bal mee? Ja. Top. Fijne avond. Hey, hetzelfde, hè? Fijne vakantie. Dankjewel, rustig aan, jongens. Doei. Ciao. Veel plezier met de bal. Dankjewel. Top. Doei. Yo. Doei. Dat is een hele goede bal. Fijne avond. Als zij het terugzien in de vlog is wel mooi. Want dan denk je, oh mijn god, de bal van Noël. Oh ja, nee. Was het een... Van de ex. Oh. Een week geleden. Oké, geen probleem. Nou, laten we. Goed, ja, let's go. Nou, Nadine, jij gaat rijden, hè? Nee, dat is een grap. Nee, toch? Nee, dat is wel echt serieus, toch? Ja, ik wil het wel doen. Tuurlijk. Oh, ik was het. De grootste uitdaging is gewoon hier doorheen. Hier zo. Ja, dat kan net. Over het gras. Zeker. Nou, ik ga wel voorin zitten. Ik wil een gordel.
Hey, maar jullie hebben echt goed gevulde koelkast, hè? Ja, holy shit, echt... ja. Jullie hebben echt je best gedaan, ja. We hebben sowieso voor 2 dagen heel lekker afgegeten. Ja. Oh, mijn hand eraf. Geen probleem, komt goed. Klaar voor. Jezus. Ah. Het zit wel werelds, hè, zo'n camper. Ja, niet normaal. Die stoelen zijn echt fucking luxe. Ook met die 2 armsteentjes. Ja, dat is top. Oh, ik denk dat het zo'n fietspad, hè? Oh! Nee, dat kan wel. Wat is dit geluid dan? Je moet even de handrem iets verder naar beneden. Ja, yes. Oh, dat is de handrem. Hij is wel leuk dat die hand geschakeld is. Ja, dat past er nooit! Ja, ja, past er maar. Het komt helemaal goed. Oh, sorry. Ja. Ja, het is wel ziek hoor, als je met zo'n camper rijdt. Je hebt nog nooit met een camper gereden, ook, of een camperbus in dit geval. Alle bochten, alle drempels, komt het echt 3-4 keer zo hard binnen. Dus je moet echt heel voorzichtig rijden. Oh, oh, rustig aan. Oh. Nee joh, dat gaat helemaal goed. Ik kan dit. Ja joh. En nu naar links straks. Oh, oh. Ja, wij hebben voorrang, hè? Ja. Dus die fietsen... Ja, stop jij niet. Gewoon toeteren, hè? Ja. Ja, dat, nu is het te laat, maar... Oké, okay, hij doet het wel, hij doet het wel. Dames en heren, we zitten. Ik doe even de gordel... Oh, mooi, mooi, mooi. Zo, heel even de gordel om, dan kan ik de camera weer beet pakken. Maar we gaan er vandoor. Ik eet dus veel zin in. Marvin, die gaat rijden. Ga je hier keren? Ja. Oké, okay, we hebben dus nog eventjes... Zo. Ja, nee, gewoon even wennen aan het al het gekraken en het heen en weer gaan. Het is gewoon een huis wat je meeneemt, dus. Hebben we achteruitrijcamera? Ja, die zit hier. Kijk, je ziet fietsen. Oh mijn god. Ik heb geen idee hoe lang het is. Ik weet het ook niet. We hebben de achteruitkijkcamera hierop. Het enige wat je ziet is de fietsen. Papa, die wijst al van kan wel. Lekker bezig hoor. Perfect. Doei! Oh ja, dat is goed. Even checken. Checken of de fietsendrager. Ja, want we hebben de fietsendrager hebben we dus net nog geïnstalleerd. We hebben alle spullen nog meegenomen bij jou thuis binnen. Opladers, laptop, noem alles maar op. We zijn helemaal klaar. Ik heb de box opgeladen, dus we hebben hier de box mee. Ja, ik moet zeggen, jij hebt wel echt goede voorbereiding gedaan met alle elektronica. En opladen, kabeltjes, GoPro's. Ja, dat heb je wel goed gedaan. Ziek, hè? Ja. En daar is de andere camper. Kijk, die zijn al aan het seinen. Ja, dat is allemaal goed gegaan. Ja? Zit die goed? Oh, maar nu is hij goed. Nu gaan we er echt vandoor. Even keren. Ja, keren. Oké. Okay. Hey, rust gaan, hè. Zet hem op. Yo. Hey, reizen. Doei. Doei. De eerste kilometer. Dit is ook de eerste keer dat Marjo rijdt in de camper. Ja, ik had hem alleen even bij ons thuis ingeparkeerd. Juist. Verder nog niet. Nou, raampje weer dicht. Gaan we. Ik vind het fijn, hoor. Ja, dit is mooi. Oké, het is nu dus precies 11 uur in de avond. En we gaan dus nu naar Bremen toe. En daar gaan we naar een camping. En dit is wel echt heel erg toevallig. Maar Marvin die kwam naar me toe en die zei, ik heb een camping gevonden in Bremen. En volgens mij ben jij serieus daar geweest met Joost en Thijs. En toen keek ik op de foto's en toen zag ik inderdaad de boomhut waar ik ben geweest met Thijs en Joost. Dus dat is wel geniaal. Maar ja, nu zijn we natuurlijk met de camper. Dus toch weer een andere beleving. En ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat. Het is 2 uur en 1 kwartier rijden, zegt Google Maps. Maar met de camper moet je misschien wel eventjes rekening gaan houden. Want met de camper kan het gewoon langer duren. Want ja, je bent natuurlijk gewoon wat groter, wat minder... je bent wel mobiel, maar minder snel natuurlijk. Je kan niet de hele tijd als je 130 mag 130 rijden. Dus moet je even rekening mee houden. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat. Ik ben ook benieuwd hoe de andere mensen het gaan ervaren om zo in de avond te rijden. Want je rijdt dan de eerste keer meteen in het donker. Ja, inderdaad. Maar je hebt straks natuurlijk snelweg. Dus dat is gewoon... Immigrade aus. Maar volgens mij, we hebben ons nog nooit zo goed voorbereid voor een reis. Nee, dat denk ik ook, inderdaad. Echt super nice. Alles bij me, joh. Dongel, internet, noem alles maar op. De hele mikmak, gekkigheid, camera's. Ik heb echt hier een super mooie installatie. Ik zal het jullie laten zien. Ik heb hier dus een USB. En deze USB die geeft gewoon stroom. Meteen naar de camera toe. Dus dan heb ik hier een camera. En dan heb ik hier een camera. Deze filmt ons twee. Deze filmt voor. Maar die kan ik natuurlijk ook omdraaien. Dan heb ik hieronder heb ik nog een andere camera. Kijk. En dan heb ik hier nog de 360 camera. En dan heb ik ook de stok meegenomen. Die echt super lang uitgeklapt kan worden. Dus kan ik daar nog beelden mee maken. En stel voor, Maiwen die wil een keer vanuit haar perspectief filmen. Dan heb ik ook nog deze. Nog een camera. Die kan je in je mond doen. Kan je daar ook nog mooie shots mee maken. Nou, dat is echt niet normaal. Ik heb zoveel shots bij me. Zoveel camera's bij me. Ja, echt top. Ik weet niet waar de jongens zijn. Straks hebben ze hem nu al in de prak gereden. Stel voor ze zijn tegen je Porsche gereden. Nee, dat kan niet. Hoezo niet? Nee toch.
Dat ze gingen draaien. Nee, niet dat zeggen. Oh, ik zie een vlieg hier. Ja, ik heb ze net ook al één doodgeslagen. Tijdens de inpakken hadden we een beetje de deur te lang opengehouden. Daar moet je altijd heel erg rekening mee houden. Dat als de deuren openstaan, dat de vliegen binnenkomen. Of muggen. Vliegen is niet zo erg altijd, maar muggen. Ja, en het land waar we nu heen gaan, dat is ook wel nog erger in de zomer qua muggen. Ja, dus dat wordt nog wel een dingetje. Ik word gaan altijd zo lek gestoken. Ik ga nog wel bellen. Ja, dit is wel heel bijzonder. Toch een keer en hier blijven. Nu al bellen. Hoe dan? Yo, Maarten. Yo, waar zijn jullie? Ja, de zon kwam elke keer een malie op het dashboard van achterportier open. En elke keer die deur dicht doen, maar ging niet dicht. Maar toen gingen we zijn. Nou, we gingen echt alsof de brandweer hier allemaal warm was. Heel die kepper. Dus wij denken, is brand of zo, maar zo is de deur hier ook gestaan. Ja. Maar jullie komen er nu aan? Ja, ik ben er gelukt. Nee, ik dacht toch niet dat die open is. Dat is niet. Ja, juist. Ah, lekker. Tot zo. Tot zo. Yo. Tot zo. Oh mijn god. Ja, het is wel zo dat als er iets is wat niet goed gefixt is. Bijvoorbeeld het stepje is nog, het treetje is nog naar buiten. Of je hebt een deur niet goed dicht. Dan geeft hij echt de hardste alarmpjes af. En dan kan je gewoon niet rijden. Dat is niet chill. Maar goed. Even weer wennen aan al het lawaai wat je hoort als je aan het rijden bent. Daarom keek ik ook zo. Alles trilt, alles maakt lawaai. Ja. Schat, we gaan eindelijk weg! Hey! Hey, ik heb er zoveel zin in! Yes! Yes! Superleuk! Dit wordt weer eentje om nooit te vergeten. Daar gaan we in ieder geval voor zorgen. Dames en heren, Duitsland, het bordje. Over 1 kilometer zijn we er. Ja, al in Duitsland dus. Nog niet op de eindbestemming. Maar grens voor grens gaan we er wel komen. Ja, hier waar we er nu overheen gaan heb je helemaal geen serieuze bijzondere grensovergang of zo. Het is gewoon snelweg. That's ja. It. Ik denk dat hier, ik weet niet of hier nog een bordje staat van welkom in Duitsland. Welkom. Nou, dat bordje is toch wel een soort van iconisch, hè? Hier, daar staat het. Welkom. Ja, alleen welkom. Ja. Daar zijn we. Duitsland. Hola. Zien jullie dat, dames en heren? We zijn er, hoor. Hoppakee. Ik denk dat ik hem dan precies zo andersom neerzet. Dan hebben we de ingangen bij elkaar. Oh ja, dat is wel slim, ja. Kijk eens even. Yo, yo, yo. Wat zijn jullie aan het doen? Ja, thee aan het maken. Ik ga thee maken. Echt? Ja, het gaat niet zo goed. Mooi man. Nou, we zijn er, dames en heren. Kijk, perfect. We zouden eerst naar een camping gaan. Maar toen kwamen we erachter dat je dan helemaal geen stroom meer kon krijgen. Want dan kon alleen pas overdag. En toen zei ik van ja, waarom betalen voor een camperplaats om daar te staan als je geen stroom kan krijgen? Laat mij maar heel even opzoeken. Dus toen heb ik even rondgekeken op internet. Toen heb ik een camper app gedownload. En daar heb ik even voor betaald. En nu kan ik met die camper app echt gewoon zoveel camperplekken bekijken. Gewoon op een hele makkelijke manier. En dan staat er gewoon allemaal recensies bij, allemaal in Nederlands. Dus dat is echt perfect. Ja, dat is echt tof. Dus toen zag ik letterlijk deze plek. Dit is zeg maar, hier tegenover zit een Aldi. Dus dan kunnen we morgenochtend meteen ontbijt halen. En hier heb je iets van, weet ik veel, 200, 300 meter parkeerplekken. En hier mag je dus met de camper staan. En hier heb je een bord waar dus staat van camperplekken. Dus er staan echt iets van, I don't know, 14 parkeerplekken of zo hier. Speciaal voor campers. Er staat helemaal niemand. Maar je mag hier dus gewoon staan. En het is helemaal gratis. Dus we hebben de camper zo neergezet dat we met het luik, zeg maar, met de deur naast elkaar staan. Dus ja, hier zijn we. We hebben dan geen stroom of wat dan ook. Maar hebben we op zich ook vanavond niet nodig. Ja, we hebben wel stroom voor de telefoons. We hebben USB, gewoon van de accu. Ja, dat wel. Maar verder niet om je telefoon op te laden. Of laptop op te laden of zo. Dat niet. Die is ook helemaal leeg. Die gaan we morgen opladen. Maar goed, we hebben de eerste 200 kilometer. Ja, 200 kilometer. Hebben we gehad. Lekker, hè? Ja, super. Zo, hoe was de eerste 200 kilometers? Nou, was best vet, maar ik was net al mijn voeten aan het wassen. Ik voel echt die kampeervibe, hè? Ik probeerde die thee te zetten. Ik dacht, je bent een DJ, jongen. Ja, wow, dat is zeker net ook. Ik zat zo net. Hoe vaker je dat ding indrukt, hoe meer gas ik ruik. Ja, hey, maar stel die gas maar aan. Nou, we net de deur. Misschien vuur bijhouden, hè?
Wij blazen onszelf niet. Nee, dat moet je niet. Nee, moet je juist geen vuur bij houden? Nee, dat zei je nee. Niet. Echt? Ja. Ja, je ruikt heel veel gas, man. Hoe vaker je dat doet, hoe... Oh, hoi, joh. Yeah. Ja, 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 lekker. Hij stond de rit stond hij aan, man. Yes, yes, yes. Wow, er stond hij een hele rit aan de gas, ja. Dat is niet goed, hè? Hup, theetje. Thank you. Waar zijn die theezakjes? Die heb ik. Oh, legendary dit. Ongelooflijk. Hoppa. Nou, goed. Ja, wij zijn echt serieus de enige die hier staan, geloof ik. Ja. Wie moet er allemaal thee? Ja, we zijn de enige die hier staan. Nee, ik vind het wel best. Ik ga tanden poetsen en slapen dan. Geen thee? Is, nee, dankjewel. Nee, dankjewel. Het is 1:15 in de nacht. Nee, bedankt. Ja, is oké. Okay. We gaan heerlijk slapen, denk ik. Ja, ja. Oh, we gaan nu pas testen. Hoi, joh. Er zit ook een pantoffel aan alles. Waarom ligt er een gamemuis op de grond? Nou, die is van jou, denk ik, of niet? Oh, super tof. Wat de heck? Hoe kwam die daar nou? Wat gebeurt hier? Nou, goed. Ik wil een lekker zoutje. Thee? Een lekker zoutje. Geen thee? Ik weet niet wat het is. Van die tijger. Dit is de camper food truck. En hier is de thee. Twee muntjes alsjeblieft. Iemand krokantje? Gepofte rijst. Ja, ik denk dat dit wel lekker is, ja. Ja, lekker, hè? Ja. Dat vind ik wel lekker, ja. Bied onze buren ook even wat aan. Kunnen we meteen bonding. Hey, kijk uit. Ah, dat is heet gek. Ja. Kijk uit. Wil je? Wil je ook of niet? Oh, dat is dat. Oh, dat is dat. Zo van, ik weet niet wat het is, maar het is wel lekker. Ja, is toch van Japanse mix iets daaruit, toch? Ja, zoiets, ja. Kokantjes. Zo heet het ook. Dat is van onze. Wat hebben jullie dan? Hey, open marshmallows. Zo. Jullie hebben echt veel. Jullie hebben echt veel lekker. Open marshmallows. Oh, oh mijn god. We kunnen een vuurtje maken. Nee, ik heb hier al vuur hoor. Ja. Hou hem erboven. Nee, deze bewaren we voor echte kampen. Ja, zeker, zeker. Nou, je hebt die Japanse mix of zo terug. Of buiten. Staat hij ook nog? Dit zijn zulke Bennies, hè. Kijk eens even. Hij zit hier met zijn theetje, zijn koekje. Nadine zit daar met de slofjes. En Finley probeert de elektriciteit te fixen. Want alles valt bij hun uit. De hele elektriciteit. Water op, alles. Water is ook al op, ja. Omdat hij zijn schoenen heeft gewassen. Of zijn voeten. Schoenen mijn voeten, ja. Dan hebben ze... Hey! Ah, benzine is niet op. Volgens mij was het diesel, of niet? Oh, diesel, ja. Maar krijg je elektriciteit echt niet meer aan? Nee. Kan de kip bij jullie? Nee, serieus. Gaat echt serieus? We moeten echt de kip verplaatsen. Nou, ik wens jullie een hele fijne avond. Nee, even wachten, buurman. Even de deur dicht. Ja, dat doet de hoor even dicht. Hey! 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 Ja, oh, dat is echt niet normaal. Ik ben zo blij dat ik met jou zit. Nee, is geen probleem. Dat is een mooie belichting. Helemaal leuk. Je legt ook gewoon een pak koekjes op onze tree daar neer. Ja. Nou, dat is je vooruit geklapt. Nou, ik ga slapen. Nee, slaap lekker. Slaap lekker. Slaap lekker, man. Nee, dankjewel. Ik check jullie morgenochtend. Check op morgen. Ik denk, kijk, nu ziet het op zich best gezellig uit. Als je om je heen kijkt, dan zie je gewoon donker. Maar ik denk morgen als we wakker worden, dat ze denken, op wat voor parkeerplaats hebben wij geslapen, joh. Ergens in Duitsland, op een parkeerplaats, bij de Aldi. Ik ben echt benieuwd. Ja, ik denk dat morgen echt denken van, hé, waar zijn we toch, joh? Dus, ja. Nou, ik ga maar op bed liggen. Nou, doei. Beetje strak hier, hè? Oeh, dit is lekker. Dit is lekker. Maar dit is wel echt ideaal, want nu hebben we hier zo, hebben we bij het lampje. Kijk, dat is het lampje. Hebben we een USB. Dus daar kunnen we de telefoon mee opladen. En ja, het is 10:30 in de nacht. Dus we gaan lekker slapen. Ik ben echt heel erg moe namelijk. We hebben natuurlijk ook de meet and greet weekend gehad. Dus mijn energie is een beetje weg. Dus even bijtanken. Morgen weer een nieuwe dag. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Dit wordt echt een mooie campertrip. Ik zweer het je. Het zijn zulke Bennies, hè. Zij zijn nog nooit met de camper op reis gegaan. Dus Maiwen die heeft net van alles gegeven. Even een handdoek, een theedoek, een vaatdoekje. Een borstel voor de was, zeg maar. Voor wasjes, of hoe heet dat? Afwas, juist afwas. Even een zeepje, geurkaarsje, noem alles maar op. Dus
Marjorie die heeft een paar dagen geleden uitleg gekregen over de camper. En die weet alles nog. En die anderen die hebben vanavond uitleg gekregen over de camper. Die zijn het nu alweer vergeten. Het is dezelfde dag. En ze weten nu al niet meer hoe die camper voor hen werkt. Oi, oi, oi. Ik vind nou heerlijk zo'n stoelke voor de camper. Als jij maar mooi op je stoeltje zit met je koekje en je theetje. Nee, we gaan hun wel helpen natuurlijk. Ik bedoel, we zijn natuurlijk met z'n allen op reis. En dan gaan we ook gewoon met z'n allen ervoor zorgen dat het helemaal goed gaat. Dus dat komt helemaal in orde. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik check jullie morgen om 4 uur. Een gloednieuwe vlog. En dan zeg ik, zoals altijd. Ja, maar dat is niet. Dat is niet. Ja, oké, okay, peace. Hij moet op de grasstand. Je moet hem echt aanzetten net als de fornuis. Echt serieus. Ja, in allebei ingedrukt houden. Ja, dat serieus heb ik gespeeld. Ze zijn nog steeds bezig met gas. Of waar moet de koelkast op? Gas, op elektriciteit, accu. Wat moeten we nou precies doen? Nou, ik ga ook lekker naar bed. Nou, Marion komt er ook bij. Check jullie morgen. Dikke, vette, peace.